Dames en heren, welkom bij de Hully tegen Zully dorpsquiz. Hier is uw quizmaster, Pieter van Laarhoven. Hallo allemaal, ja, welkom bij de eerste halve finale van de Hully tegen Zully quiz. Ja, en we hebben hier natuurlijk te maken met twee teams die al een ronde hebben gewonnen. En daarom staan ze ook in deze eerste halve finale. Dus ze kennen volgens mij het klappen van de zweep best wel. Maar goed, we gaan het zien of na de overwinning die ze hebben gehad in de vorige ronde, ze weer een mooie overwinning kunnen maken. Maar dat zal natuurlijk afhangen hoe de vorm is. En ik kom toch weer eventjes naar jou toe, Annelie. Want een paar weken geleden dat we met deze dames hebben gespeeld. Ja, precies. Misschien moeten we even het geheugen opfrissen van onze kijkertjes thuis. Oh, ja. Wie we ook al wie hier aan de desk hebben. Ja, we hebben hier Ingrid Verouden uit Hulten. Ja. Ingrid die doet bij de Krimpers allerlei leuke dingen. Vooral met de jeugdraad. Hè? Ja. En dan hebben we daar Claudia Lanslot. En Claudia en Ingrid en Sylvia die kennen elkaar al vanaf de KPA vroeger. Dus dat is een mooi team. En dan heb je nog Sylvia Broeders. En hun hebben dus met z'n drieën al ooit gepubquist. Kijk. Dus ik dacht, die moet ze hebben. Ik moet zeggen, in de ronde die ze hebben gewonnen. Daar hebben ze het heel goed gedaan. Dat wou ik zeggen. Dus druk. Nee, voel geen druk. Nee, want we hebben nog een ander team. We hebben nog een ander team. We gaan eens even kijken hoe die het er vanavond afbrengt. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. En nu naar het team van Zully. Martin. Hier staan we in de halve finale. Ja, Pieter. Ja, ik wil zeggen, wie had dat ooit gedacht? Maar als teamcaptain mag je ook mee naar de finale. Ja. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar het wordt wel vanaf... Een winnenteam hebben we. Ja, het wordt wel vanaf nou kei leuk, hè? Ja. Nou, alleen maar leuk. Het was al leuk, maar het wordt nog leuker. Ah. Nou, want we hebben, stel ze eens even voor. We hebben een paar leuke Geelse teams over. Ja. Zeker. En we hebben team Hulten over, maar... Claudia en Sylvia komen uit Geelze en Ingrid is in Geelze geboren. Kijk. Het wordt fantastisch. Geweldig, dus gemoedelijk. Bij voorbaat is het al een feest. Ja. Ah, goed. Maar goed, voorstellen. Heb je weer bij je? Nou, bij CV Bakkie staat zij haar manneke. Hier is jolige Janneke. Hey. Janneke Koremans. En weer op rijm, dames en heren. Ja, daar gaan we. En een aantal weken geleden... Ja. Toen liep je nog met een kruk. Ja, maar met of zonder kruk. Hij kan niet stuk. Hij gaat gewoon door. Sander! Hé, heel goed. Welkom, door Sander. Als geen ander onze Sander. Sander van Opstal. Kijk, helemaal goed. Wat? En dan, ja. Nou zou ik natuurlijk weer last, maar we doen het op zich heel hè. Net als vorige week. Lesbest. Ja. Ja, hij is goed. Deze toffe pik. Onze retengoeie Rick. Rick van Opstal. Ik heb het wel gezien. Dat gaat weer helemaal goed komen vanavond. Ik wens jullie allebei heel veel succes. Dankjewel. Mag je pik zeggen op tv? Nou, als je... Dat is jeugdtaal. Oké. Okay. Nee, pik zeggen ze dan. Dat is straattaal. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar dat is overdrachtelijk. Sorry, dan is het goed. En nou hebben we nog drie keer meer gezegd. Nee, daarom. Dus de vierde keer kan het er nog wel bij. Dat is weer een kip. We gaan beginnen met de trivia-ronde, voordat het hier helemaal totaal uit de klauwen loopt. Want we gaan namelijk inderdaad jullie hersencellen weer eens even op de proef stellen. Ja, net als in de vorige rondes, een rondje algemene kennis. 5 punten per goed antwoord. Knoppen mag je pas drukken als ze groen zijn geworden. Drukken is antwoorden. Fout antwoord. Mag het andere team het nog een keer even proberen. Het is eigenlijk allemaal niet zo heel moeilijk. We gaan naar vraag 1. Let op. Hoe heet een garage voor vliegtuigen? Oh, het is onze Rick. Een hangar. Een hangar, heel goed. Ja. Ja, Rick gaat gewoon verder waar hij de vorige ronde is mee opgehouden. Ja, dat is scoren. Ja, ik vind het heel, heel goed. Goed, vraag 2. Waarin gaat Mart Hoogkamer zwemmen volgens het Rijksmuseum? Oh, Rick. Bacardi Lemon. Ja, Bacardi Lemon. Ja. Het schijnt dat de verkoopcijfers van dat goedje ook wel aanzienlijk zijn gestegen, inderdaad. Maar Bacardi Lemon, daar gaat hij inderdaad in zwemmen. Goed, vraag 3. Let op, hè. Handen klaar, knoppen klaar. Handen op de knop. Kijk naar Rick hoe die het doet, zo moeten wij het ook doen. Ja. Twee handen. Twee. Ja, dat maakt meer kans. Maar pas drukken als hij groen is, hè. Dat is ook eventjes de... Hier reed je niet meer, hè. Goed. Heel groen. Voordat... We gaan... Niet meer. Oh, wat zei er bij de handen. Jongen. Nou, we gaan verder voordat deze aflevering 1,5 uur duurt. Wat is de term voor een heel getal groter dan 1 dat alleen deelbaar is door zichzelf en 1? Wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf? Janneke, zeg het eens.
Nee, de term. Wat is de term? Even wat ze groen zijn. Rukken, Sil. Priemgetal. Een priemgetal. Oh. Ja, ja, ja. Inderdaad, een priemgetal. Heel goed. Vraag 4. Hoe noemen we een trap die in een spiraal omhoog gaat? Of omlaag? Ja, Rick. Ik heb nou fout. Een kolom? Nee. Nee. Hoe heet dat? Nee, wacht, die groen is. Rustig. God, god, god. Zit hier. Annelie. Een wenteltrap. Een wenteltrap. Ja. Heel goed, heel goed. Heel graag. Hè? De knoppen doen het pas als ze groen zijn. Hè? Dus het is leuk om te rammen, maar even het effect. Altijd. Leuk. Vraag nummer 5, op de helft van deze ronde. Hoe heet het plastic plaatje waarmee je op een gitaar kunt tokkelen? Hallee, Annelie. Een plektrum. Plektrum. Helemaal goed. Ja, 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 ja. Ja. Dus is on a roll, zoals ze dat noemen. Wat is een ander woord voor ridicule? Daar ziet jij eruit. Nou, het valt best mee, Sil. Zeg het maar. Belachelijk. Ja, belachelijk, bespottelijk. Ja, inderdaad. Helemaal goed. Die wist ik niet. Zullen jullie geven we een voorsprong? Of, Nee, ja, dus hebben nu 2 voorsprongen. Ja, moet ja, nee, daarom. Dus dan gaan we eens eventjes... Vraag 7. Vraag 7. Oh, heerlijke stilte. Hoe noemen we met een Frans woord een fijn zakdoekje dat mannen als sieraad in de borstzak van een jasje doen? Sylvia. Een pochet. Een pochet. Hefdoekje, lokkertje, hoe je het inderdaad wil noemen. Heel goed. Ik heb er toevallig niet eentje. Dat is jammer. Ja, nee, dat denk ik. We zien de volgende aflevering. We gaan ik kan wel wat uitdoen. Nou, laten we de kijkcijfers in de gaten houden, Annelie. We gaan naar vraag 8. Dit vind ik wel een... wat is de achternaam van Nijntje? Hoe heet Nijntje met de achternaam? Hé, hey, Nijntje! Hallo! Annelie! Nijntje Pluis! Nijntje Pluis! Ja, heerlijk! Dat wist ik ook niet. Heel goed, ja. Ik moet het dan weten, maar Annelie die weet het. Ja, het is prachtig. Nog 2 vragen deze ronde, dames en heren. Dan mogen we de hersenen weer even afkoelen. Vraag 9. Aan welke basiliek in Barcelona wordt al gebouwd sinds 1882? Sylvia. Ja. Sagrada Familia. Inderdaad, de Sagrada Familia, inderdaad. Ja, witte lood. Ja, ze pakken wij. 1882, inderdaad. De architect was Antoni Gaudi. Heeft uiteraard nooit meer zijn ontwerp meer kunnen afzien. Het is nog niet af. Het is nog steeds niet af. 2030 is nu het plan dat het af is. Dus we moeten er eventjes wachten. Maar het ziet er nou ook heel mooi uit, hoor. Zit daar een mooi plafond in? Nee, dat is in de Sixtijnse kapel. Je haalt nu echt gewoon landen. Ja, laat maar, want ik keek net zo slim. En nou, ja, maar dat zeggen, die 4 vragen goed hiervoor zijn er ook meter niet gedaan. Maar we gaan toch naar vraag 10. Let goed op. Luister goed wat ik zeg. Hoeveel hectogram is een pond? Hoeveel hectogram is een pond? Janneke? 50. Nee. Als de knoppen groen zijn, mogen jullie drukken en het zeggen? Als je wil. Winnie, go. Denk ook niet. Claudia? 5. Zeg het maar. Ja. 5. Inderdaad, geen twijfel. Als 5, goede antwoord. Ik dacht het, jongens. Oud, complimenten aan team Hully, want het was een ijzersterke ronde. Yeah. We gaan eens kijken in ronde 2 hoe we het daar vanaf brengen. En we zijn aanbeland in ronde 2, maar eerst even een tussenstandje. En ja, er is al best wel een kloof geslagen, hoor. Want Sully heeft 10 punten, maar team Hully 40 punten. Oh. Dus ja, team Sully, jullie weten wat jullie te doen staat. In aan de volgende ronde kunnen er 10 punten per goed antwoord verdiend worden. Het zijn namelijk... het zijn 3 fragmenten die we zo meteen te horen krijgen. Dus ja, 30 punten en jullie staan gelijk. Ja. Dan gaat het is maar even dat jullie het weten. Ja. Of 30 punten bij jullie en jullie lopen nog verder uit. We gaan het zo meteen zien en vooral horen, want deze ronde zijn muziekfragmenten. En ik heb de artiest en de titel nodig, dus niet één van beide. Je mag overleggen als je dat wil. En hier geldt ook als je een vraag fout beantwoordt, mag het andere team altijd nog herkansen om het wel goed te raden. Nou... Zo gaat het in zijn werk. We gaan luisteren naar fragment 1. Mogelijk. Sylvia, wat is het antwoord? Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Helemaal goed. Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Let's live it up. Helemaal goed. Dat waren inderdaad de Black Eyed Peas. Goed geraden. Complimenten, Sylvia.
En het tweede is zo'n lekkere meezinger. Oh jee. Oh. Een lekkere meedijner, maar wel een stevige. Fragment nummer 2. Ah, onze Sil heeft een goed gehoor voor muziek. Sylvia, zeg het maar. Europe, the final countdown. Ja, de final countdown. Helemaal goed. Zonde. It's the final countdown. Oh, mijn geluid. Helemaal goed, ja. Ik zie al bij sommigen inderdaad de haren lekker meedijnen. Heel goed. Inderdaad, Europe met de final countdown. Goed, Sylvia. Heel fijn. En dan de... laatste is ook wel een klassieker volgens mij. We gaan het luisteren bij fragment 3. Wie is het en hoe is de titel van het liedje? Dames en heren. Nou, ik denk dat de artiest het probleem niet is, maar het nummer. Er heeft niemand. Ja, ik zie jou knipperen. Probeer er eens op te drukken. Doet hij het? Wie denk je dat het is? Michael Jackson. Maar hoe heet het nummer? Lijkt zeggen. Ja, zeg gelijk zeggen. Zeg iets. Ja? Street Life. Nee, het was. Oh, sorry. Ja, wij mogen hem nog. Maar jullie mogen nog. Met het nummer, ja. Is toch gek eigenlijk. Mark. Kijken elkaar. Moonlight? Onderaan. Moonlight? Nee, het was Don't Stop Till You Get Enough. Don't Stop Till You Get Enough. Kom maar. Ik had hem toch niet. Het zat al inderdaad in het nummer. 60 punten achteral. Heel goed. Ook weer zo'n lekkere meezinger en een klassieker. En daarmee zijn we aan deze dansronde ten einde. Ja. Met ronde 2 zijn we klaar. Dus gaan we logischwijs over naar ronde 3. 3. Heel goed. Hey, we wisten hem allebei, Martien. Hey. En voor de oplettende kijker kan de tussenstand eigenlijk niet zo'n verrassing zijn. Want net had team Hully 2 antwoorden goed is 40 punten. Dat betekent dus 60 voor Hully en 10 voor Zully. Oh, goed gedaan. Ja. Ja, normaal hoor je dan te zeggen, er kan nog van alles gebeuren. Maar er moet ook van alles gebeuren. Nou, ja. En misschien kan dat in ronde 3 en dat is 30 seconds. Oeh. Nou, ik leg het toch nog even uit. Een van de teamleden krijgt zometeen een kaartje met daarop 5 woorden. Nou, de beschrijver moet zorgen dat de teamleden die nog aan de desk staan de woorden op zijn kaartje zo snel mogelijk raden. Nou, er zijn een aantal regels van belang. Je mag een aantal dingen niet doen. Je mag niet een van de namen of een deel van de namen op de kaart noemen. Je mag niet namen die van de naam op de kaart zijn afgeleid. Bijvoorbeeld een vertaling vanuit een andere taal. Tactieken als klinkt als of rijmt op. Sorry Martien, rijmen, het mag niet. Naar een letter of letters uit het alfabet verwijzen is ook niet toegestaan. En je mag ook niet naar een voorwerp of iemand uit de ruimte wijzen hier om je heen. Die eventueel een link zou kunnen leggen met het woord op jouw kaartje. Nou, per kaartje natuurlijk 30 seconden. Het zegt het al, 30 seconds. En per goed geraden woord kunnen 2 punten gescoord worden. En we gaan beginnen deze ronde met Sander. Voor team Zully. Hey, we gaan een keer omdraaien. Oh, ja, dit is maar gelijk. Ja. Ik denk dat ik de techniek nu heel erg in de war maak, dus je mag heel even terug. Ja. En is je zo blij dat je zonder stokken is, dan laat jij hem extra lopen. Echt, ik dacht dat Lou dus dicht was, maar je bent er, dus inderdaad echt geweest. Maar we gaan vrolijk verder aan de andere kant van mij. Want ik zie Ingrid al helemaal klaarstaan, want ik wil jouw kaartje, Pieter. Nou, kom hier. Wij hadden best wel ook gewoon niet zo eerst. Heel goed. Nee. Dit zijn de 5 woorden die wij voor jou bedacht hadden. Ik hoop dat de 3 dames een beetje goed gaan raden. Maar voor mij gaat het wel lukken. Ingrid, niet zo loopt. Een krant. AD, Brabants Dagblad. AD. Oké, deze. Een continent op Afrika, Antarctica. En dan een hogere gedeelte van degene die jij zei. Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Azië, Zuid-Afrika, Antarctica. Ja, dit is een gedeelte van een dag. Etna. Ochtend, middag, avond. En dan mag je niks eten. Vast avond. Oké. Okay.
Een televisieprogramma van vroeger. En de tijd is om. Ja, ik snapte waar jij heen wilde, Ingrid. Absoluut. Goed gedaan. Het was inderdaad Sliebertje. En de vijfde was Drake, de rapper, zanger. Ja, dat was ook niet goed. Nee, maar goed. Maar ik vond Sliebertje ook heel, heel goed. Complimenten, complimenten, complimenten. Dan gaan we nu naar Claudia bij kaartje 2. Die hadden wij voor jou bedacht. Nogmaals, het hoeft niet op volgorde. Dat mag door elkaar heen. Als het te lang duurt of je weet het niet, lekker doorgaan. Ben je klaar voor? Denk het wel. Ja. Tijd loopt. Ochtendontbijt als papje. Printa. Printa. Provincie in het oosten van het land. Drenthe. Overijssel. Gelderland. Presentator van Wie is de Mol? Achterhooi Akkers. Een serie, nee, nee, het is best een serieus programma van Kluun, dus een schrijver. Heimond, vrouw, vrouw, vrouw. Ja, vrouw bij het boek, ja. Oh, jazeker. Gaat praten. Ja. Wie is die vijfde, hè? Ja, weet ik veel. Een actrice, denk ik, of zo. Nee. Penny de Jager. Nee, Penny de Jager, ja. Heel goed gedaan, vier antwoorden goed. Nee. Nee, het was net niet Penny Jager. Het was jammer. Orlando Bloom die onder andere speelde in de Lord of the Rings serie. Daar speelde hij die elf met die met die eilen, weet je wel. Oren. Ja, met die oren. Oeh, die, inderdaad. Je had er inderdaad vier goed. Heel goed gedaan. Elf. En het laatste kaartje voor deze ronde is van Sylvia. Ja, zet hem aan. Orlando Bloem en die elf hebben wel dezelfde strakke broek, Pieter. Oh. Had voor punten kunnen tellen. Had ze kunnen uitleggen. Maar we gaan eventjes door met Sylvia. Sylvia, dit zijn jouw vijf woorden. Lees even heel rustig door. Ja. De dames kijken vol verwachting. Ja. Met Sinterklaas. Ja, vol vertrouwen ook. Tijd loopt. T-shirt waar je aanvoudt doen. Superman. Ja. Niet schaken, maar... Dammen. Tweelingzussen die tennissen. Eentje ervan. Williams. Ja. Oud president van Italië. Oeh. Kaleman. Berlusconi. Ja, hij lijkt een beetje op... Verder, verder. Ook de voornaam. Sylvia. Silvio Berlusconi. Ja. Treinkaping, maar... Als verwijzen naar. Als verwijzen naar. Ja, moet wat ervoor staat. Het land, dit gebied. Amsterdam, hè? Nee, nee, wat jij zei de met... De Molukken. Ja, de Molukken. Ja, je zei het goed. Ja, 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 heel goed. Oeh, ja, 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 ja. Alle vijf goed. Echt? Ja, ja, ja. Ja. En Molukken was bij... Bewijzenaars. Silvio, Sylvia. Lijkt een beetje op. Ja, dat is wel een beetje bewijzenaars. En daar willen wij geen praat over. Oh, ze zei... Oh, natuurlijk. Ja. Zelf, ja. Oh, de onschuld zelf. Dat nou, heel eerlijk. Pieter, even heel eerlijk. Ja. Dat is Sylvia en dat is Silvio. Ja, scheelt maar een letter. Als jij het... Ja, je hebt helemaal gelijk. Vier goed in deze ronde. Nog steeds heel erg goed. Je hebt klaar nodig. Mensen, het is niet voor niks de halve finale, dus het gaat er inderdaad, inderdaad op. We moeten streng zijn. Godsamme, en we zijn ook streng. Goed, Sander. Ja, daar ben je dan. Daar komt hij weer, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Helemaal goed. Waar loopt hij goed? Ja, hij komt bij jou bij de fysio. Ja, binnen een paar weken natuurlijk. Dan moet ik wel zeggen, daar komt natuurlijk wel een goede fysio. Kijk. Kijk, helemaal goed. Weer twee extra grondbehandelingen binnen. Dit zijn jouw vijf woorden. Kijk ze daar maar goed aan, want ze moeten het gaan raden. Tijd loopt. De hofstad van Nederland. Amsterdam. Nee, Hofstad. Oh, de Hofstad. Oh. Ja, die was goed. Een bouwmarkt. Houwenbach. Gamma. Ja. Even kijken. Het lijkt de voor... een zangtalentenjacht. De Voice. Idols. Ja. 3-1. En de tijd is om. Oh. Ja. Andere wens krijg je. Het was inderdaad... De woorden die we nog over hadden waren De Zevende Hemel en Marco Polo. Maar ik vond er drie... Het was echt makkelijk, hè? Uitstekend. Uitstekend. Nee, het was niet de makkelijkste ronde. Geen makkie. Kijk, Janneke is er al. Ja. Janneke heeft er zin in. Ja. Janneke, maar we moeten ook 3, 4, 5 doen. Dit zijn jouw 5 woorden die je die mannen moet laten raden. Dus sterkte ermee zou ik zeggen. Tijd loopt. Ja. Een biermerk. Wat drinken we ons nou ook? Echt gaan? Nee. Blauwe dop. Bavaria. Een liedje van Tina Turner. Simply the best. Zo. Een talkshow met een arts en die in Amerika. Een schilder. Phil. Dr. Phil. Ja, een schilder uit... Rembrandt van Gogh. Nee, geen Nederlander. Volgende. Een plaats... Picasso. Ja.
Ja. En een plaats in... Ja, Madrid. En de tijd is om. Jeroen dacht, Madrid komt elke keer wel weer terug. Ik noem het gewoon. Het was Delft in plaats van Madrid. Maar heel goed. En grappig dat je inderdaad blauwe dop en dan gelijk Bavaria schreeuwt. Dat vind ik dan toch ook wel ook wel weer bijzonder. Ja. Helemaal goed. Rick, jij mag het laatste kaartje mag jij gaan doen. Deze zijn voor jou. Je kunt de score weer een beetje verder ophalen om even in te lopen. Dus zet hem op, zou ik zeggen. Tijd loopt. Die bouwschuurmuziek die we laatst tijd op hebben van die kleine mensen. Kinderen voor kinderen. Waar Frank Daan ook 's ochtends zit. 538. Ja, die zanger die ik net noemde. Uit Volendam. Jan Smit. Ja. Dit is een stad in Engeland. In Dongen heet ook een school ongeveer zo. Cambridge. Cambridge. Ja. Heel goed. Heel goed. En dan... ander woord voor mobiel is een achternaam. Ja. GSM. En de GSM tijd is om. Wilhelm Tell. Het laatste begrip. Ja, heel goed gedaan. Vier antwoorden goed op. Wilhelm Tell inderdaad. Die schoot met een kruisboog de appel van het hoofd van zijn zoon af. Dat is zo lang geleden. Was een Zwitser. En, ja, dus, best wel lang geleden. Best wel inderdaad lang geleden. Ja, maar echt heel goed. Vier antwoorden goed. Nou, we gaan even op adem komen, want bij ronde 4 hebben we namelijk onze opperste concentratie nodig. We gaan snel naar ronde 4. En dan zijn we aanbeland in ronde 4. En ronde 4 gaan we zo meteen woorden spellen. Best spannend. Ik ga toen heel even de tussenstand met u delen. Het is namelijk 32 voor team Zully en 82 voor team Hully. En er werd net al door een van de kandidaten gememoreerd. Dat is slechts de bonusstok bij het stokkenvangstspel. Eén stok verschil. Dus er kan ook zeker wel alles gebeuren. Oh, deze ronde kunnen we namelijk 20 punten per goed gespeld woord verdienen. Zometeen zeg ik een woord. En de teamcaptains beginnen met de eerste letter. En we gaan zo het rijtje af. En dan springen we naar voren. En dan gaan we kijken of we hem goed kunnen spellen. Het eerste woord. Het eerste woord is... Chlamydia. Nee. Chlamydia. Ja. Nou, ik vind wel in je voordeel spreken dat je niet weet hoe je het schrijft. Ja. Ik heb in ieder geval nooit bij de dokter op een briefje gezien. Ja, maar goed, vrij snel. We gaan door naar een zeer toepasselijk woord in deze. Ik zat ook heel. En het is dyslexie. Dyslexie. Och, dat is ook wel leuk. D. Griekse I. Ja. S. Ja. L. E. C. Nee, een X was het. Dyslexie. Oh, het staat er nu pas hoor. Het staat er nou pas hoor. Zo snel doen ze dat ook weer niet. Oh, helaas dames, geen punten voor jullie in deze ronde. Oh, kijk. Dus ja, volgens mij ruikt jullie ruikt kansen. Maar er is ook druk. Je moet het maken. En ik ben naar de eerste woord wel benieuwd wat wij krijgen. Want het was vorige week een beetje in dezelfde stijl. Ja. Dus... Nee, dat valt bij dit... AIV is reuze. Ja. Nee, geen afkortingen. Nee. Onderreu. Het is ook een hele moeilijk. Oh, jij weet wel. Doe mij een... Dat is allemaal, hè? Doe mij een bosje chlamydia en een stukje onderreu. Ja, gezellig. Ja. Nee, we gaan verder met het eerste woord voor jullie team Zully. En het woord is maneschijn. Ja. M. A. N. E. S. C. A. I. J. N. Ja! Helemaal goed! Ja, neem de tijd, jongen! Alle tijd. Sander hield even de spanning erin. We gingen even bijna naar de reclame, maar het was inderdaad helemaal goed gespeeld. Het volgende woord, ik hoop niet dat jullie dat uit de zenuwen hebben, want het woord is diarree. D. I. A. R. E. Nee, dubbel R. Diarree was het. Ah. Maar toch, één woord goed in deze ronde voor team Zully. Heel, heel goed gedaan. Zonde. Wij gaan hier weer even de keeltjes smeren en de heupen losgooien, want we gaan rechtstreeks door naar ronde... Vijf, inderdaad. En daar zijn we dan, in ronde 5. We gaan een beetje zingen en swingen, om het zo maar te zeggen. Maar eerst even de tussenstand, want het wordt toch wel spannender, moet ik zeggen.
52 voor team Zully. 82 voor team Hully. Ja. We kruipen zo langzaam dichterbij. En we gaan eens kijken wat deze ronde gaat brengen. We gaan namelijk zo meteen een fragment laten horen van een bekend nummer. Tenminste, dat hoop ik voor jullie. Het nummer stopt gewoon ergens willekeurig in het nummer. En dan is de taak aan jullie om dan, als het nummer is gestopt, op de knop te drukken en gelijk de zin af te maken waar wij zo abrupt zijn gestopt. Het zijn 3 fragmenten, 20 punten per goed antwoord. Dus er is wat op woord te spelen, om het zo maar te zeggen. Voor mij staat fragment 1 scherp, dus laat maar komen. Eerst afmaken. Oh. Gouden ouwe. Sinds een dag of 2 vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of 2 aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Rick, het is niet uit jouw tijd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Nee! Oh, eerst even de knoppen groen. Dan drukken. Annelie, overleg niks. Hoe kon ik het weten? Mijn wereldje was zo klein. Oh. Ja, heel goed. Kom hier nog een keer om mee te zingen, jongens. Een beetje stil. Hoe kon ik het weten? Mijn wereldje was zo klein. Inderdaad. Heel goed, was inderdaad Doe Maar met Sinds een dag of 2. En hoe lang is dat wel niet geleden? Ik was toen nog niet geboren. Nee, toen schreef je koe met een lange oe. Weet zeker. Goed, we gaan over naar het tweede fragment. Laat maar komen. Little Tinkle Love. Hij is goed. Oh, ik was te lang. Inderdaad, Queen. Het zin was Crazy Little Tinkle Love. Crazy Little Tinkle Love. Oh, en synchroon ook nog, dames en heren. Ja. Team Hully, ja. Ze hebben geoefend thuis, ik weet het zeker. Crazy Little Tinkle Love. Helemaal goed. There goes my baby. Ja, nee, we gaan verder met nummer 3, hoor, want dit loopt helemaal totaal uit de teringklauwen. Nummertje 3, alsjeblieft. Het was 7 jaar geleden, midden in Parijs. Onder aan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen, en jij in die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar. En voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar... Wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf? Janneke, wat denkt jij zelf? Onze liefde was voorbij. Ja. Maar onze liefde was voorbij? Ja. Dat zei je? Ja, dat is helemaal goed. Oh, ja, maak het ook spannend, Pieter. Even een ja, heel goed. Voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Want verliefd zijn is gelukkig en makkelijker dan. Helemaal goed. Guus Meeuwis inderdaad met verliefd zijn is veel leuker. En daarmee voorkwam Janneke dat alle punten naar team Hully gingen, dus dat is helemaal goed. Dank je. En daarmee gaan we naadloos door, bijna naar ronde 6. En daar zijn we dan. Ik vind alle rondes leuk, maar ronde 6 vind ik ook net even leuker. Voordat we gaan beginnen, tussenstandje. 72 team Zully, 122 voor team Hully. Ja. Het blijft heel spannend. Er zit inderdaad een stok tussen, om zo maar te zeggen. Goed, zoals ik al zei, foto 6 is de fotoronde. Zometeen achter mij zien jullie een foto verschijnen. Die is onherkenbaar in het begin en wordt naarmate de tijd vorder steeds herkenbaarder. Degene die ziet, in dit geval wie het is, drukt op de knop en noemt gelijk wie het is. 5 punten per goed geraden foto. De categorie... Ja. Is. Nee, geen bekend gebouw in rijen. Nee, de categorie is bekende Brabanders. Oh, jee. Dus daar kunnen er veel zijn, want er wonen er nogal aan.
Maar ik denk wel dat jullie ze allemaal kennen. Foto 1 staat klaar. Laat het maar eens zien. Wie is dit? Hallo, Rick. Frank Lammers. Ja, Frank Lammers. Ja, ik daar. Ik heb het idee dat Rick gewoon zijn ogen nog het beste zijn van ons allemaal hier. Ja, het verschil is knal als rechter. Oh, daar zit alles rechter. Ja, precies. Is dat het geheim? Dat is het, dames. Foto 2. We moeten nou schil kijken, dames. Wie komt hier tevoorschijn uit al die blokjes? Bekende Brabander is het thema. Concentratie is af te lezen. Wie komt hier tevoorschijn? Het is... Hallo. Ja, Annelie, wie is het? Oeh. Ik heb het fout. Chips. Frans Bauer. Nee, het andere team. Ja, even wachten. Andere team mag nog even wachten. Overleggen. Nee, niet te lang wachten. Ja, klikken, hè? Ja. Wie is het? We mogen overleggen. Martien, wie is het? Mogen we niet overleggen? Nou, heel kort, maar wel snel. Tiesto? Nee. Ja. Thijs Verwest. Thijs Verwest. Tiesto. Helemaal goed. Jawel. Niet twijfelen. Helemaal goed geantwoord. De wereldbekende DJ, inderdaad. Slechte foto. Tiesto. Fragment of foto nummer 3. Wordt er een beetje draaierig van. Welke bekende Brabander zien wij hier zo meteen verschijnen? Mooi wit gebit. Ja, blond haar. Kijk. Wie is het? Deze vrolijke mees en Rick. Robert van Beckhoven. Zeker weten, ja. Robert van Beckhoven. Lekker, Rick. Ja, het is pas 15 punten verschil. Ja. We gaan door naar de volgende foto. Dat weet ik niet. De uitzoom. Wie zien wij? Het is een neus. Maar daar ken je hem niet aan. Wie? Rick. Schmeeuwers? Nee! Jij dacht de bril te zien, maar dat was niet het geval. Dames, kijken jullie even. Wel op tijd drukken, dan is de tijd om. Sylvia, wie is dit? Mark-Marie Huijbrechts. Helemaal goed. Ja. Een andere met die bril. Ik denk dat Rick een stukje van de bril zag en dacht van, hey, dat is goed. Maar dat was hem inderdaad niet. We gaan door naar de volgende foto. Wie komt er uit deze vijver? Dus ik noem het de vijver, maar... Nou, Rick, nee. Alles dit hier. Nee. Ja, uit de En ik heb het niet eens voorgezegd. We hadden het er net over. Helemaal goed. Zo dik inderdaad. De één na laatste foto komt nu in beeld achter mij. Okay. Wie is dit? Ziet jij eruit? Ah, Sylvia Hoordonk. Jij van Hoordonk, inderdaad. Helemaal goed. Ja. Ja. Heel goed. Ik vind het iedere keer zo knap dat ze deze zo vlug hebben, omdat ik zie het voor me. Maar jullie zien hier gewoon zo al gelijk die kopjes staan natuurlijk. Dus inderdaad, Pierre van Hooydonk, de oud-speler van onder andere NAC, inderdaad. En dan gaan we naar de laatste foto in deze voorlaatste ronde. De puzzel. Sylvia, zeg het eens. Vincent van Gogh. Ja. Oh. Heel knap gedaan. Zo. Ja, heel goed gedaan. Leuk, zeg maar. In deze ronde deden jullie absoluut niet voor elkaar onder. En zometeen in de volgende ronde, in de stokkenvangronde, daar gaat pas bepaald worden wie uiteindelijk deze halve finale gaat winnen en door mag gaan naar de finale. Poeh. Nou, en we gaan eens vragen aan onze teamcaptains wie hun bedacht hadden om plaats te mogen nemen in de stokkenvangbak. Wij gaan onze fysiotherapeuten laten vangen. Ja? Jazeker, Ingrid gaat het doen. Ingrid mag het weer doen, die heeft de vorige ronde ook gedaan. Dus die mag het nu weer doen. Helemaal goed, we kijken er allemaal uit. Kijk even naar Team Zully. Martien, wie ga jij afvaardigen? Nou, eens even kijken, zijn er gegadigden? Ja, ik zie... Gjalke. Wij zijn niet op ik, dus het wordt onze Rick. Het wordt onze Rick, helemaal goed. Rick gaat ook in de herhaling volgens mij, want in de vorige ronde heb je ook stokken gevangen. Dus we gaan twee ervaren stokkenvangers zien. Zometeen in de laatste ronde met stokkenvangen. Hey. En dan zijn we dan in de allerlaatste ronde van deze eerste halve finale. En Ingrid staat al helemaal geconcentreerd. Of ben je nog een beetje zen?
Even ontspannen. Oh, even ontspannen. Maar niet te lang, want we gaan eraan beginnen. Maar ik ga toch even om de spanning nog een klein beetje op te voeren. Jullie staan namelijk voor met 137 punten en Team Zully 92. Ja. Ja? Ik zie jou. Ik zie de hartslag en bloeddruk al een beetje stijgen. Maar dat gaat nou komen. De mijne dan. Ja, die houden we ook. Oh, moet er even bij gaan zitten, meid. Ja, mijn knieën knikken ervan. Oh, ik denk, we horen het toch klapperen, maar daar waren je ook. Helemaal goed. Het is per goed gevangen stok krijg je dus 10 punten. Er zit 1 bonusstok tussen. Die is 50 punten waard. Als je een stok... Ga ik niet zeggen. Oeh, dat zie ik vanzelf. Als je een stok vangt, mag je hem naar mij geven, liefst. En dan gaan we het eind van alles even optellen. Ben je er klaar voor? De stokken hangen klaar. Beginnen maar. Ja! Goed zo. Oh, je... Ja! Oh! Ja! Oh! Oh! Dat was gemeen. Ja. Ja. Oh! Focus op 2. Daar gaat het erop. Oeh, ja! Heel goed gedaan, Ingrid. Oh, en Ingrid had het inderdaad al gezien. We gaan eens even kijken hoe ons Rikke het eraf brengt, die zo meteen mag gaan stokken vangen. En daar zijn we dan, bij het stokken vangen. Onze Rick staat klaar en ik zeg er nog maar even bij. Het gaat dus om een plek in de finale. Ja. Dus Rick, no pressure zou ik zeggen. Nee. Relax. Ja. Stokken hangen klaar. Voor mij ben je ook klaar. Zeker. Laat ze maar vallen. Woehoe! Ricky. Go, Rick. Ja. Zet hem op. Oh. Ricky. Ja. Kom op. Ja! Ja! Oh! Ja! Ja! Oh, ho, ho! Kom op, Rick! Hou hem! Ja! Wow! Oh, ja! Heel goed! Heel goed gedaan, Rick! Maar zo meteen kijken wat dit betekent voor de einduitslag! Ja, alle rondes zijn afgewerkt, alle spellen zijn gespeeld, de stokken zijn gevangen en de eindstand is bekend. Het stokken vangen is door beide teams, zijn daarbij 50 punten gehaald. Dus de eindstand is 142 voor Zully en 187 voor team. Helemaal goed. En daarmee zijn zij de eerste finalisten van de Hully tegen Zullikus. Complimenten. Maar ook een applaus voor team Zully. Ze hebben toch al een ronde gewonnen en ze gaan niet met lege handen naar huis. Firma Limberg hier uit Modeschot van de hele mooie winkel. Die hebben een heel leuk tasje samengesteld met een goede sjaal en een goede muts. Voor in dit jaargetijde natuurlijk hartstikke fijn. Voor jullie alle drie deelnemers een heel mooi tasje. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh. Dames en heren, dit was... De eerste halve finale is hiermee ten einde. We zien jullie graag terug in de finale, in de volgende halve finale, volgende week. Hey.